Wereldwijd is er een enorme concurrentie aan de gang om de beste mensen aan te trekken. De war on talent wordt dat genoemd. China is heel erg actief en probeert overal vandaan de beste onderzoekers, de beste kenniswerkers aan te trekken. En Nederland moet zich hiervan bewust zijn en een hele goede strategie ontwikkelen. China is zowel een bedreiging als een kans voor Nederland. China biedt natuurlijk kansen, want China is heel erg geïnteresseerd in nieuwe kennis. China wil het kennis- en innovatieland van de 21ste eeuw worden. Ze investeren enorm in kennisontwikkeling, in innovatie. Ze willen echt niet meer alleen het maakland van de wereld zijn. Daarom biedt het ook kansen voor Nederland. China heeft heel goed door welke universiteiten, welke bedrijven in Nederland echt hele goede kennis hebben en daar zijn ze zeker geïnteresseerd in. Die bedrijven en die universiteiten, Wageningen, Delft, Eindhoven, Twente, die kunnen natuurlijk hun kennis in China gaan verkopen. En dat biedt echt grote kansen voor Nederland. Aan de andere kant zijn er ook bedreigingen. Chinezen willen die kennis graag naar China toe halen. Nou, dat is op zich begrijpelijk, maar het zou natuurlijk ontzettend jammer zijn als belangrijke kennisontwikkeling en onderzoeksfaciliteiten uit Nederland verdwijnen en naar China toe verplaatst worden. Dat is met de maakindustrie is dat gebeurd. Nou, je moet het niet laten gebeuren dat dat ook met de kennisintensieve industrie zal gebeuren. Dus daar is een stevig beleid voor nodig om dat te voorkomen. De AWT heeft een advies uitgebracht, de Chinese handschoen, waarin een aantal aanbevelingen staan. Ja, een van onze aanbevelingen is dat de Nederlandse krachten veel beter gebundeld zouden moeten worden. In Nederland er zijn heel veel projecten, samenwerkingsprojecten met China. Daar doen gemeentes aan mee, provincies, bedrijven, kennisinstellingen, kenniswerkers. Heel veel mensen gaan naar China toe om daar in projecten te doen. Nou, dat is allemaal heel erg nuttig. Maar het zou nog veel nuttiger kunnen zijn als de krachten wat beter gebundeld zijn. En als Nederlanders ook profiteren van elkaars kennis. Nou, wij stellen voor om een China-platform op te richten die daar een hele duidelijke bijdrage in heeft. En dat platform dat zou echt moeten helpen om de krachten te bundelen en de kennis en de ervaringen uit te wisselen. Zodat mensen beter voorbereid naar China gaan. Er zijn meer aanbevelingen, maar het heeft vooral te maken met de verschillende doelgroepen die naar China gaan. Ja, wij zeggen ook dat de Nederlandse overheid wat meer maatwerk zou moeten leveren. En er zijn een aantal echte topbedrijven, zoals Philips en DSM. Die hoef je natuurlijk niet te vertellen van hoe ze in China zaken moeten gaan doen. De overheid moet er wel zijn, want de Chinese overheid vraagt ook vaak gesprekspartners van overheidszijde. Dus dan moet de Nederlandse overheid er wel zijn om dat te doen. Maar verder hebben bedrijven als Philips en DSM natuurlijk de Nederlandse overheid niet nodig om actief te zijn in China. Maar er zijn natuurlijk opkomende bedrijven die nog geen goede positie hebben in China. Nou, en die kunnen natuurlijk best wat hulp en advies van de overheid gebruiken. En we vinden dat de overheid ook klaar moet staan voor die bedrijven. En dat is erg belangrijk om daaraan te werken. Nou, daarnaast is er nog een hele algemene groep van universitaire onderzoekers, kenniswerkers. En die mensen, ja, die moet je echt koesteren. Want die zijn echt heel erg belangrijk voor het ontwikkelen van netwerken in China. En ook daar moet je als overheid aandacht aan besteden. Zijn er ook aanbevelingen voor ander beleid in Nederland? Er is een wereldwijde concurrentie om kennis is er gaande. Het is heel erg belangrijk dat Nederland zelf ook echt flink investeert om de eigen kennisbasis te behouden. Je wilt niet dat Nederlandse kennis wordt weggekocht door Chinese bedrijven. Nou, dat kun je eigenlijk vooral voorkomen door te zorgen dat de Nederlandse kennisintensieve bedrijven goede relaties hebben met de universiteiten. Dat de Nederlandse kennis echt is ingebed in een heel netwerk van relaties, wat niet zomaar uit Nederland weggeplukt kan worden. En daarbij moet je als overheid ook keuzes maken. Niet op alle gebieden is Nederland even goed. Maar er zijn een aantal gebieden waar Nederland echt eruit springt en die moet je blijven koesteren.